CD&V boegbeeld Marian Thijssen neemt wellicht ontslag als voorzitter van haar partij. Thijssen lag sinds de verkiezingsuitslag onder vuur. Ze werd tijdens de campagne gebombardeerd tot boegbeeld van CD&V. Mentaal en fysiek heeft dat een zware tol geëist. Op het partijhoofdkwartier in de Wetstraat wordt momenteel overlegd. Om 6 uur volgt er een persconferentie. Verwacht wordt dat Thijssen daar haar ontslag zal aankondigen en dat daar meer duidelijkheid komt. Ondervoorzitter Wouter Beke krijgt dan normaal gezien de leiding over de partij tot er voorzittersverkiezingen komen.